Joost Kleinshit Europapa gaat viraal op YouTube in een versie met Gebarentolk, verzorgd door Mirjam Stolk. Haar filmpje voor doven en slechthorenden behaalde in slechts twee dagen 200.000 views, een ongekende stijging vergeleken met haar gebruikelijke bereik van zo'n 10.000 volgers. Het initiatief wordt op sociale media enthousiast gedeeld. Mirjam Stolk, een ervaren tolk Nederlandse gebarentaal uit Oud-Beijerland, staat bekend om haar vertalingen van liedjes op haar YouTube-kanaal. Haar specialisatie in muziekvertalingen blijkt uit eerdere deelname aan programma's zoals Mooi. Weer de Leeuw. Haar percussievaardigheden, ontwikkeld sinds haar zesde, voegen een unieke dimensie toe aan haar interpretaties. Ondanks het verrassende succes van haar versie van Europapa blijft Stolk bescheiden en geeft aan geen behoefte te hebben aan mediaaandacht. Op sociale media opperen velen het idee dat Joost Klein de Gebarentolk mee zou moeten nemen naar het podium in Zweden voor het Eurovisie Songfestival. Afrotros blijft echter stil over eventuele plannen en geeft geen uitspraken over de act. De discussie op sociale media zet zich voort, aangewakkerd door de impact van Stolks gebarentolkversie.